Dit is Marieke Vermeiren van de Bewustzijnsschool uit Amsterdam. Dit is weer een nieuwe aflevering van de podcast die jij in heel Nederland kan luisteren vanuit je stoel, vanuit de trein, vanuit het vliegtuig, waar je dan ook maar bent. Om jou de tools en de tips en de tricks Inspiratie, informatie en extraordinaire kennis te geven, zodat jij het leven kan leiden en het leven kan vormgeven zoals jij het optimaal voor jezelf voor ogen hebt. Want dat is immers de bedoeling. Keuzes maken. Soms is het makkelijk, soms is het moeilijk en soms lijkt het onmogelijk. Keuzes geven je regie over je eigen leven. Keuzes geven richting aan je leven. En keuzes geven Lucht en ruimte in je hoofd. En daarom bepalen keuzes de kwaliteit van je leven. Waarom lijkt een keuze maken soms onmogelijk? Zijn de keuzes echt zo moeilijk? Of laten we ons afleiden? Verlammen we door de overloot aan informatie of door de angst om het verkeerde te kiezen? Alle keuzes bij elkaar opgeteld vormen je leven. Je keuzes van vandaag bepalen dus je toekomst. Ik ben Inke van Dijk. Ook wel de choice consultant genoemd. Ik help mensen keuzes te maken in een tijd dat we keuze te over hebben, bang zijn om de verkeerde keuze te maken en waarin we uiteindelijk niet kiezen. In deze podcast begeleid ik je met een ja-nee-vraag waar jij graag duidelijkheid over wilt hebben en krijg je meer helderheid over wat je volgende te nemen stap is. Hoe kom je nu tot een ja of een nee? We kennen allemaal wel dat je soms voor een vraagstuk staat. Ga je het doen of ga je het niet doen? Dat kan flinke hoofdbrekens met zich meebrengen. Soms zelfs slapeloze nachten. Uitstellen, uitstellen, dan weer voor een tegenlijstje maken en dan nog niet overtuigd zijn en dan maar weer uitstellen. En van uitstel komt afstel. Of nou ja, dat stemmetje komt vaak genoeg weer in je hoofd dat je toch eigenlijk wel een beslissing moet nemen. Of dat je er in ieder geval iets bij moet. En toch doe je het niet. Want je weet het niet. Of in ieder geval niet zeker. Of je durft niet. Of je hoopt dat meer informatie je gaat helpen om wel een keuze te maken. Veel mensen stoeien hiermee. En ik zie dagelijks mensen in mijn praktijk die niet kiezen. We hebben niet geleerd om keuzes te maken en hoe je tot een keuze komt. We proberen het vooral met ons hoofd te bedenken. En dat leidt juist tot die onduidelijkheid, onvrede en gepieker. Jij luistert deze podcast omdat je dit herkent en je keuzes wilt leren maken. En ik kan je vertellen dat je vaak al veel meer weet dan je denkt en dat keuzes maken vaak niet zo moeilijk is. We maken het onbedoeld moeilijker dan het is. Vandaag begeleid ik je in deze podcast met een ja-nee-vraagstuk en zul je merken dat je veel meer weet dan je dacht. Alleen, er is ruis op de lijn ontstaan. Dus je gaat goed luisteren naar je innerlijke stem, je hart. Die weet als beste wat goed voor jou is. Je hoofd bedenkt vaak allerlei angsten en gedachtespinsels waar je niet echt mee geholpen bent. Je ratio. Ja, die is heel nuttig, maar die is pas nuttig in een later stadium. Dan mag je ratio de reële nadelen bedenken, maar eerst een helder besluit op basis van wat jij wilt en wat voor jou bestemd is. Dat antwoord zit in jou en dat gaan we samen naar boven halen. Belangrijk is dus dat je open staat voor wat er komt en dat je loslaat dat je een concreet antwoord wilt. Er komt een schat aan informatie los en het is jouw interpretatie, jouw waarheid die jou gaat helpen. Misschien is het een duidelijke ja of nee. Maar het is in ieder geval informatie die jou weer een stap verder brengt. Wat heb je nodig? Een pen, twee vellen papier, 15 minuten in een rustige ruimte en iets om op te zitten als je nu nog niet zit. En natuurlijk de vraag waar je graag een ja of nee antwoord op wilt. Dus formuleer de vraag zo dat je met ja en nee aan de slag kunt. Neem de twee vellen papier en schrijf op het ene vel ja en op de andere nee. Zorg dat je in een ruimte bent waar je ongestoord deze oefening kunt doen, waar je de ruimte hebt om te lopen. En waar jij je op je gemak voelt. Eerst wil ik je vragen om nog even te blijven zitten. En om diep adem te halen door je neus. De ademhaling even vast te houden. En uit te blazen door je mond. Dus diep inademen door je neus. Even vasthouden. En uit door je mond. Diep in door je neus. Even vasthouden. Uit door je mond. En nog een keer. In door je neus. Even vasthouden. Uit door je mond. Sluit nu langzaam je ogen en volg je ademhaling. Je hoeft er niets mee te doen. Je ademhaling gaat vanzelf. Je blijft het gewoon volgen. Ondertussen voel je je kleding op je huid. Die zit misschien wat losser bij je benen, wat strakker rond je middel. Je voeten die staan stevig op de vloer. En misschien voel je wel een zuchtje wind in je gezicht, hoor je vogels fluiten of andere geluiden. En ondertussen volg je nog steeds je ademhaling. Neem je vraag waar jij graag een ja of nee antwoord op wilt in je gedachten. Laat hem rondzweven, maak er contact mee. Neem de vraag goed in je op. Niet denken aan het antwoord, alleen de vraag. Haal een keer diep adem, helemaal tot in je buik en blaas rustig uit. En open rustig je ogen. Pak dan nu het vel met de ja erop en leg deze op een plek in de ruimte die voor jou voelt als ja. Hier zit geen logica in, dus pak het vel, leg het neer op een plek die voor jou voelt als ja. En als je erop kan staan, ga je erop staan. En dan sluit je je ogen en laat je de informatie over de ja komen. Niks forceren, gewoon laten komen. Je vindt niks van de informatie, je hoeft er geen oordeel over te hebben, je laat het gewoon komen. Wat wil ik jou vertellen? Je hoeft niet hard het antwoord te geven. Je hoeft alleen maar naar mijn stem te luisteren en de antwoorden te laten komen. Je staat op de ja. Is deze ja voor jou? Of is deze ja van iemand anders? Voel je misschien iets in je buik of in je borst? Voel je iets heel duidelijks? Of misschien iets kleins? Wat doet het met jou? Wat wil het jou vertellen? Heb je er een beeld bij? En wat gebeurt er als je dat beeld dichterbij haalt? Wordt dat dan duidelijker? Of minder duidelijk? Is het beeld licht of donker? En als je er geen beeld bij hebt, dan is dat oké. Okay. Wat wil deze ja jou vertellen? Is het een ja voor nu? Of is het een ja voor later? En als je iets nodig hebt, wat zou dat dan zijn? Wat wil deze ja jou vertellen? Ik ga nu langzaam aftellen van drie naar één. En bij 1 mag je rustig je ogen openen. 3 2 1 Je kunt de podcast even op pauze zetten als je graag aantekeningen wilt maken van de informatie die je net hebt gekregen. Pak het vel met de nee en leg deze in de ruimte op een plek die voor jou voelt als nee. Er zit nog steeds geen logica in. Dus kijk in de ruimte en leg het vel met de nee op een plek die voor jou voelt als nee, en ga er weer op staan. Sluit dan je ogen en laat de informatie over de nee komen. Nog steeds niks forceren, gewoon laten komen. Je vindt niks van de informatie, je hebt er geen oordeel over, je laat het gewoon komen. Komen. Je luistert naar mijn stem en de antwoorden, jouw antwoorden, komen. Je staat op de nee. Is deze nee voor jou? Of is het een nee van iemand anders? Geeft deze nee je misschien een gevoel in je buik? Of in je tenen? Of in je keel? Voel je iets heel duidelijks of misschien iets heel kleins? Wat doet het met jou? Wat wil deze nee jou vertellen? Hoor je een geluid? Is het hard of zacht? Wat wil het geluid jou vertellen? En zie je er misschien een beeld bij? In kleur? Of zwart-wit? En deze nee, is dat een nee voor nu? Of is dat een nee voor altijd? Wat wil deze nee jou vertellen? En als je iets nodig hebt, wat zou dat dan zijn? Wat wil deze nee jou vertellen? Ik ga nu langzaam aftellen van drie naar één. En bij één mag je rustig je ogen openen. 3, 2, 1. Je kunt de podcast weer even op pauze zetten als je aantekeningen wilt maken van de informatie die je net hebt gekregen. Je hebt nu inzichten en meer helderheid gekregen in je vraagstuk. Deze antwoorden zaten al in jou, je kon er alleen met je hoofd niet bij. Wellicht heb je een duidelijk antwoord en weet je wat je volgende te nemen stap is. Misschien heb je een minder duidelijke ja of nee, maar in ieder geval informatie die jou weer een stap verder brengt. Je kunt deze oefening herhalen over een tijdje om te kijken of het je meer informatie brengt. Je kunt natuurlijk ook een nieuw vraagstuk inbrengen, de podcast opnieuw beluisteren, zolang het maar een ja of een nee vraag, een ja nee vraag is. Dankjewel voor het meedoen. En als je meer wilt weten over wie ik ben en wat ik voor je kan betekenen, neem dan een kijkje op mijn website nienkevandijk.com. Je kunt een afspraak maken om een vraagstuk in te brengen. En je bent natuurlijk van harte welkom in mijn Power of Choice les. iedere zaterdagochtend in de Oneven Weken bij de Bewustzijnsschool. In de show notes vind je de link naar de kaartverkoop. En in deze les leer ik je hoe je makkelijker betere keuzes kunt maken. Iedere les is een op zichzelf staande les met als hoofdthema keuzes maken. En we behandelen een subthema in iedere andere les. Je kunt alle lessen volgen en er iedere keer iets nieuws uit leren. En je kunt ook een enkele les volgen en daar waarde uit halen. Ik hoop je in ieder geval daar te zien of in mijn coachpraktijk. Warme groet voor nu. Nienke.